Zo34. Hart voor elkaar. Ik was er even weer op voorbereid, maar we gaan lekker door. Want onze Gert-Jan staat weer op een plek. Gert-Jan, vertel. En ik loop hier alleen in een te stille goedenavond, heren. Ja, het gaat hier fantastisch aan met jou. Nou, ook fantastisch inderdaad. En wij zijn hier alweer ergens beland. Hier in Emmerhout zijn we beland. En we moeten hier zijn bij nummer 101. Even kijken, ik zie hier nummer 101. Ze zitten hier al gezellig buiten. Goedenavond. Mogen we even verder komen? Kijk, wat een gezelligheid hier. Ja, geen probleem. We houden alles een beetje op afstand. Want wij zijn hierheen gestuurd. Want u woont hier, hè? Ik hou het op afstand. Wat is uw naam? Ja. Wij zijn van Zo34. In samenwerking met het Drenthe College. Ja, dan weet u een beetje wie we zijn. Ja, nou, kijk. En ja, wij zijn eigenlijk met een actie bezig deze week, Hart voor elkaar. Om elkaar zeg maar een hart onder de riem te steken. En nou ja, zo bezoeken wij een aantal mensen in Zuidoost-Drenthe. En ja, mijn vraag is eigenlijk, hoe is uw jaar geweest afgelopen jaar? Hoe het jaar is? Ja, hoe is het jaar voor u verlopen? Ik vind het een beetje een omgekeerde wereld natuurlijk. Maar ja. Al met al, ja, ik denk dat het goed is. Alleen ik mis wel de aanraking van de Duffels. Dat mis ik wel. Ja, snap ik. En ja, de alles is dicht, maar we hebben een app en we telefoneren. Ja, op zich kun je natuurlijk wel makkelijk. Ik heb familie, ik heb kinderen. Ja. Nou is het nou wel zo dat mijn man nou in het ziekenhuis ligt met de corona. Ja. Dus, en het gaat aardig goed. Ja, nou dat is goed om te horen. Ja. En het is inderdaad ook een bizar en een heel raar jaar wat we natuurlijk met elkaar hebben gehad. Ja. Het is een heel, ja. Ja. Ja, maar mijn moeder die heeft de Spaanse griep meegemaakt. Oké. Okay. En dat was ook echt hetzelfde. Nou, daar heb ik ook wel. Daar wou ik zeggen, inderdaad. Toen kon je die. Ja, wou ik zeggen, mochten ze ook niet de deur uit, inderdaad. Ja, goed. Gelukkig is die tijd overgewaaid. Laten we hopen dat deze tijd natuurlijk heel snel overwaait. Dat hopen we maar natuurlijk. Dat hoop ik ook. Nou. Ik heb er ook vertrouwen in. Nou, kijk, dat is dan ook wel goed om te horen. En nou, we zijn dus met de actie Hart voor elkaar bezig. En wij willen u gewoon eens even een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd. En we hebben de dames meegenomen van het Drenthe College. We gaan het uiteraard voor uw huis neerleggen, want we proberen de afstand te bewaren. Oh, wat lief. U krijgt een paar hartverwarmers van ons en een bosje bloemen voor u. Oh, en nog, nou, u kunt wel raden wat daarin zit. Oh, kijk, nou. Fijn. Nou, dat dacht ik. Nou, dat dacht ik. U weet dat er wordt aan u gedacht. En we willen u hiermee een hart onder de riem steken. Oh, hartstikke lief. Nou, ik zou zeggen, blijf gezond. Ja. En maak er een mooi 2021 van. Ja, ben nou. Van nou, fantastisch. Wij ook. Heel veel succes. Nou, dank u wel, inderdaad. Nou, goed om te horen. Dank u wel. Nou, wij gaan weer door. Wij wensen jullie een hele fijne avond toe. Ja, en tot de volgende keer. Ja.